Het is nu 11 uur, dit is de NOS op Radio 5 met het programma Een Leven Lang. En dat wordt gepresenteerd door Corine Hemink. In Een Leven Lang vandaag de 79-jarige keramist Jan Oosterman. Je hebt keramiek gekozen om het eigen karakter van keramiek, en dat is het boeiende voor mij, met al zijn spanningen en moeilijkheden en teleurstellingen enzovoorts. En dat houdt er wel het vernieuwende in, altijd weer proberen. Het is me vandaag niet gelukt, maar misschien lukt het me morgen. Altijd weer opnieuw die uitdaging, en die uitdaging is bij mij heel essentieel als achtergrond waaruit ik werk. Kijk, je kunt een keramist zijn, maar dan hoef je geen artiest te zijn. Maar als ik nou zeg een kunstenaar, dan vind ik Jan dat helemaal. Met de gevoeligheid, met de stemmingen, met zijn ongeduld, met zijn hele hoge eisen. En dat zie je in dat werk ook, dat hij dat heel poëtisch is. En dan deze, die vind ik heel erg mooi. Gras en groen en kraai en zwart. De muizen zijn stil, de poes ligt plat. Een vrouw schreeuwt in de dag een gat. Goedemorgen. Vandaag is onze gast de op 19 maart 1911 in Blaricum geboren keramist Johannes Jozef, oftewel Jan Oosterman. Genoemd naar zijn vader, de bekende kerkschilder Jan Oosterman senior. Onze hoofdpersoon, die gerekend kan worden tot een van de modernste en vooraanstaande keramisten van ons land, heeft echter nooit een keramische opleiding gehad. Aanvankelijk koos hij zelfs het vak van tuinarchitectuur. Als een echte ambachtswerker heeft hij zich echter het keramisch vak eigen weten te maken. En is hij zich gedurende zijn lange loopbaan steeds meer gaan ontwikkelen in de richting van de vrije vormen. Naast de potten en schalen zijn daar de laatste jaren de objecten, sommigen noemen het plastieken van klei, bijgekomen. Objecten waarin zowel de schilderkunst als de poëzie soms op ragfijne uitgevouwen bladen van porselein in geïntrigeerd zijn. Jan Oosterman heeft vele exposities gehad en leidde samen met zijn vrouw, de keramiste Anne Wijntjes, in de 60 en 70e jaren een eigen galerie in Bussum. Hij kreeg er in 1965 zelfs de cultuurprijs van de gemeente Bussum voor. Een galerie die later verhuisde naar Breukelen. Tot aan zijn pensionering in 1976 werkte hij 15 jaar lang als docent, als coördinator aan de Kunstacademie in Den Bosch. Daarna vertrok hij voor 12 jaar met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk om zich hier 2 jaar geleden weer te vestigen. De Nestor, de vader van de keramiek, wordt hij wel genoemd. Hoe vindt Jan Oosterman dat? Ja, het zegt me niet zo gek veel, alleen dat ik weet dat ik niet meer jong ben. Dat is, hè? En dat kun je fijn vinden, maar ik vind het niet fijn. Ik vind het gewoon toch een... U vindt het niet fijn om ouder te worden? Nee, ik denk dat niemand dat fijn vindt, hoewel velen dat ontkennen en doen alsof dat helemaal geen probleem bij hen is. Maar dat kan ik niet geloven. Dus allerlei dingen spelen zich af in je leven. Je manier van denken verandert over essentiële zaken, waar je vroeger zwart-wit dacht over de dingen. Dat is dan op een gegeven moment grijs en langzamerhand dan wordt het een beetje aan de zwarte kant. Ja. De dingen zo, hè, die echt wat het leven betreft, van spelen natuurlijk allerlei dingen dan in je hoofd rond. Niet dagelijks en niet ieder moment van de dag, maar het is toch wel steeds van, je bent toekomstloos. Er is geen toekomst meer voor je, het is aftellen. En dat
speelt zich bij mij heel bewust af. Niet dat ik denk nog zoveel dagen, zoveel jaren. Maar toch wel om dingen te gaan doen die de tijd nodig hebben om zichtbaar te worden. Zoals we toen we hier kwamen, dat appelboompje planten. Wat iedereen zei, God, die Oosterman die gaat een appelboompje planten. Wat verbeeldt hij zich wel? Ik ga van het principe uit, je moet gewoon proberen gewoon door te gaan alsof je het eeuwige leven hebt. En dat is dan het enige waaruit je kracht put. Maar dat... Dus u doet wel alsof, maar tegelijkertijd denkt u van het is, kan elk moment afgelopen zijn? Wat ontnuchterend? Ja, soms wel. Omdat ik dus toen de tijd die in Frankrijk die hartinfarct gehad heb. Dat is dan toch een schokkend iets. Maar goed, daar ben ik helemaal van hersteld. Maar het speelt toch waarschijnlijk wel door dat je dat nog eens een keer kan overkomen. En waarom niet? Dus het is alles is wat kwetsbaarder bij je. Aan de ene kant de dingen van het leven die verdiepen zich in voor je. Aan de andere kant voel je je kwetsbaarder en de kortstondigheid van de dingen die... Die bepalen echt je gedachten. Op allerlei gebieden eigenlijk. Hè? Betekent dat ook tegelijkertijd dat u heel vaak met de dood bezig bent? Ja, extreem. In mijn geval extreem. Al heel lang, als jongen van 16, 17, 18 jaar... was ik toch altijd al nieuwsgierig naar het doodgaan en de begrafenis, want er ging in dat dorp Blijkum, waar ik dus geboren ben en mijn jongensjaar heb doorgebracht, daar als er een begrafenis was, en dat was dan altijd nog een buurtgebeurtenis, een dorpsgebeurtenis, want je werd niet of op een boerenkar geladen, de kist, of je... En de buurt was erbij, de boeren. En dat ging dus allemaal heel plechtig. En dan ging het naar de kerk. Maar dan was ik altijd toch bij zo'n begrafenis. En dan stond ik toch ook daar in de buurt te luisteren. En eigenlijk te kijken naar het verdriet van anderen en zo. Dat soort dingen. En dat... daar kon ik op door fantaseren. Niet dat ik dan daardoor verdrietig werd. Want dat is nog zo ver van jou af. Dat de dood wat dat betreft geen praktische invloed op je heeft. Maar wel in je fantasie. U was erdoor gefascineerd. Zeer sterk, ja, zeer sterk. Een van mijn dromen is onder andere geweest, ook in die tijd, nog jonger, ik geloof dat ik een jaar of 14 was, dat ik droomde dat ik begraven werd, maar ook tegelijkertijd zag wat er gebeurde. Dat ik in die kist lag, op een boerenkar, getrokken door paarden, en daarachter liep mijn familie. Die zag ik zeer verdrietig, vader en moeder en buurtgenoten. En dat vond ik fantastisch, dat er om mij gehuild werd, verdriet was. Ik ben alweer gek, hè? Ja. Ik wilde niet leren. De gelegenheid om te gaan studeren, die heb ik wel gehad, maar ik deed het niet. En het is waarschijnlijk gekomen doordat ik in mijn jaren van 10, 11 jaar in Beieren beland ben, in 1922, 23. En vanwege de gezondheid van een zus van mij, er zouden alleen de grote vakanties zijn. En dat is uitgelopen op 3 jaar en dan ben ik op de Duitse scholen geweest. En daar bent u op afgeknapt? Daar ben ik op afgeknapt door die militaristische, in de discipline van de school, hè. Van lijfstraffen, dat was heel normaal. Nou, dat moesten ze bij Jan echt niet zijn. Nou, dat gaf natuurlijk de naaste dingen, ook voor mijn ouders, want ze kregen me nergens meer toe. Uiteindelijk hebben ze me toen geplaatst bij een...
een boer, meubelmaker. En dan was ik, toen was ik in mijn element. Ik ben op 2 of 3 scholen geweest in Duitsland. Niemand lustte me als we aan kwamen. Ze aanzag komen, dan werden de deuren dichtgegooid. Maar toen hebben we dus, toen bij die boer, dat, echt die ambachtelijke meubels maken, dan was ik een krulle jongen. Maar het mooiste vond ik dat ik dan met de boer mee mocht het land op, de koeien hoeden. De ossen hoeden en de ossen inspannen voor de wagen. En met hout bomen naar Vuurse rijden. Dat was het dichtstbijgelegen stadje aan leg. En daar de bomen brachten we zo 3 kwartier rijden met 2 ossen ervoor. En dan kwam ik weer terug met gezaagd hout. Nou, dan was ik in mijn elementen. Maar toch van de meubelmakerij, de tuinarchitectuur in. Daar wellicht wel een opleiding voor gevolgd. Ja, terugkomende kwam ik hier weer op de lagere school in Laren. En in Hilversum op de Mulo. En de Mulo ben ik er toen uiteindelijk afgetrapt. Omdat ik een broekje, dat was bij de Fraters, een kort broekje bij had. Die was net boven de knie. En ik werd naar huis gestuurd. Dat moest onder de knie zijn. En toen zei mijn vader, jij hoeft niet meer naar school. Je blijft nou maar hier, dan gaan we het anders doen. Dus hij was het er ook niet mee eens? Nee, hij was heel vrijdenkend, heel kritisch, ja zeker. Hoewel hij al zijn opdrachten had van pastoors en dinges, maar hij kende ze hier heel goed hoor. Maar toen, wat je in die tijd had, en dat lag er bij mij goed, kinderen die moeilijk waren, die niet konden leren of niet wilden leren, dan maar in de tuinen. Nou, dat voorstel had mij ook gedaan, dus ik ben in de tuinen gekomen. Toen ben ik bij een tuinarchitect gaan werken op het bureau, tekenen en dingen. En ik had een hele handigheid in een tuin perspectiefisch op te zetten. Dat is een truc, die heeft vader mij geleerd. En ik kon dus heel aantrekkelijk voor de opdrachtgever, heel aantrekkelijk plan, waar je de bloempjes kon zien, het huis kon zien, de rook uit de schoorsteen kon zien, wapperen enzovoort. Dat was heel mooi. Maar hij bleek dus eigenlijk over het talent van uw vader te beschikken, die ook goed kon schilderen. Ja, ja zeker. Dus, mijn vader was schilder, kerkschilder. Nu heet het dan monumentaal schilder. Maar er was een bepaalde club van enkele schilders die helemaal gespecialiseerd waren in het schilderen van kerken. Religieuze zaken allemaal. Nou, daar was mijn vader een van de grote figuren in de jaren van 1915 tot, hoe lang heeft hij het gedaan? Tot de oorlog, meen ik. Ik weet niet hoeveel tientallen kerken die hij beschilderd heeft. Ik heb vader dus altijd zien schilderen in zijn atelier. Maar had er echt geen belangstelling voor. Wat natuurlijk wel meer voorkomt. Dat toch altijd een soort eenzijdigheid altijd was in het gezin. Want jij als jongen had andere gedachten, andere belangstellingen. Maar het was thuis toch altijd en aan tafel. En vader was zo begeesterd over het vak en over het schilderen. Dat kwam toch altijd eigenlijk weer neer op het schilderen. En het kwam een keer voor dat ik denk dat ik toen een jaar of 18, 19, maar dat weet ik niet precies. Moeder die zegt tegen me, Jan, breng vader eens even dit kop koffie, zijn atelier. Ik doe dat en ik kom het atelier binnen en ik zie dat vader daar zit voor een spiegel met een groot doek voor zich, heel schilderende. En ik zet de koffie neer en zeg, alsjeblieft vader. En ik draai me om en wil weglopen. En vader altijd toch al de tong op zijn, of nee, zeg je nou dat, het hart op zijn tong. En heel impulsief. Nou jongen, vind je het niet de moeite waard om hier iets over te zeggen waar ik mee bezig ben? Kun je toch iets over zeggen? Hoe vind je dat nou? Waarop ik heel nuchter zei, ja vader, een kunst, je naschilderen via een spiegel. Hij was zichzelf aan het tekenen. Hij was zichzelf aan het schilderen. Ja. En toen
zei hij van, nou jongen, als jij denkt dat het zo ligt, dat het zo makkelijk is, dat het geen kunst is, dan moet je dat maar eens proberen. Goed, de uitdaging ging door, ik accepteerde het, ik kreeg van hem verf, palet, ezel, fijn, alles wat er voor nodig was, zette me in een hoekje en daar ging ik, en een spiegel. En toen kreeg ik ineens, dacht, wat leuk, hè? Zo met die verf knoeien. Dus toen was u eigenlijk al heel vrij oud, 18, 19. Het is niet een jongetje van 6 jaar. Op een heel ander gebied was ik bezig. Maar toen kreeg ik echt de geest. Ik vond het fijn. En ontstond uiteindelijk na een paar dagen, 2 of 3 dagen. Een vader kwam zo nu nog wel eens kijken, maar zei dan ook echt geen stom woord. Maar niet met opzet en kwaadaardigheid, helemaal niet. Maar hij dacht, ik laat die jongen gewoon rustig. Hij zal wel stranden. Totdat hij op een gegeven moment toch niet kon laten om te zeggen, ik vind dat je wel aardig bezig bent. Enfin, het eind hiervan is geweest dat het is een schilderij geworden. Ik had de liefhebberij ervoor, de interesse, de belangstelling ervoor. En ben toen schetsen gaan maken van handen, van armen, van torsen enzovoort. En toen kwam er een collega van vader op bezoek en die zag dit ding van mij. En die zegt tegen vader, de jongen die moet het maar eens opsturen naar de commissie voor de koninklijke subsidie. Krijgt hij misschien een stipendium. Want het was in de moeilijke jaren van voor 40, jaren 30. Ja, nou dat heb ik gedaan. En terwijl ik op bed lag met een kaakontsteking, bracht ik moeder een brief boven. En daar stond de brief open, maar er stond in dat ik een subsidie kreeg. Ja, en dat gaf eigenlijk ineens de doorslag. In ieder geval, die vonk die sloeg over. En dat heeft toen de zaak een beetje veranderd natuurlijk in mij. Een totaal ander leven. Want in diezelfde tijd dat Jan Oosterman geboeid werd door de schilderkunst, raakte hij ook al gefascineerd door de mogelijkheden van klei. Hij had al een overtje in zijn bezit en experimenteerde al volop. Dat resulteerde tijdens de oorlog in een eigen atelier, waarin hij aanvankelijk met een handjevol onderduikers, maar na de oorlog met 25 man, artistiek verantwoord gebruikswerk maakte. Serviezen, Mariabeeldjes, kerstgroepen, dit alles werd daar in dat atelier in Hilversum gemaakt. Door het ontbreken echter van de vereiste zakelijke instelling was Jan Oosterman genoodzaakt het atelier te sluiten en vestigde zich daarna tijdelijk in Amsterdam als portretschilder. De keramiek bleek toch zijn hart gestolen te hebben en vanaf dat moment is hij de keramist Jan Oosterman. Iemand die hem al zo'n 25 jaar kent is persoonlijke vriend en kunstredacteur van de regionale krant Gooi en Eemlander, Pieter van der Bos. Herinnert hij zich die eerste ontmoeting nog? Op een gegeven moment, dat zal in het begin van de jaren 60 zijn, kreeg ik een aankondiging op mijn bureau dat in Bussum een nieuwe galerie werd geopend. Galerie de Berenkou. Daar, in die galerie, heb ik kennis gemaakt met Jan Oosterman en zijn vrouw Anne. Hij als man op de achtergrond vooral, zij als ontvangende gastvrouw. Maar allebei informatiegevend aan de bezoeker. Een verrassende verschijning in het Gooi, waar de avant-garde kunst niet of nauwelijks aan bod kwam tot op dat moment. En eigenlijk is dat niet zo. Het Gooi is zeer behoudend. Het Gooi is zeer behoudend en bedaagd. En daar verscheen in Bussum ineens die Galerie de Berenkuil met eigentijdse kunst, met kunst van jongeren, onbekende namen. Als het ware een steen in de vijver. Ik denk dat het een jaar en zoveel tentoonstellingen verder heeft geduurd voordat ik pas door had wat voor een man
Jan Oosterman eigenlijk was. Dat ik toen pas de kunstenaar achter Jan Oosterman, of in Jan Oosterman, heb ontdekt. En dan gaat het ook zonder rem, want dan kom je in urenlange en urenlange boeiende en hoogst interessante gesprekken terecht. Dat is dus al vaker gebeurd, begrijp ik. Heel veel, heel veel. Wij hebben uren en uren de kunst in het algemeen en de ontwikkelingen op cultuurgebied met elkaar doorgenomen. Behalve het schilderen is hij ook heel goed in staat om via gedichtjes ook wat van zichzelf te vertellen. U heeft daar een voorbeeld van voor u. Dat heeft u op papier staan, stiekem een keertje overgeschreven, heb ik begrepen, van een werkstuk wat hij boven zijn schoorsteen heeft hangen. Kan u vertellen waarom u dat zo mooi vindt en kunt u vertellen wat er staat? Hij doet mij als onbedorven dichter erg sterk denken aan het werk van Bert Schierbeek. Ik heb hier wat voorbeeldjes die ik inderdaad, zoals u zegt, heb overgeschreven en die ik bewaar omdat ze me dierbaar zijn. Het eerste voorbeeld. Ik heb een schaap en het krijgt een schaapje. En ik heb twee schapen in de wei en die zijn van mij. Ik heb 7 duiven in een hok en die vliegen in de wei. Ze zijn wit en ze zijn van mij. Mooi, hè? Wil ik er nog één lezen? Er zitten nog 3 op staan, hè? Ik heb een paard, dat staat in de wei. En een kraai in de boom, die is niet van mij. Ik kom naar huis, de deur waait open. Ik kijk blij, daar staat een vrouw in de wei. En een paard met vliegen in de ogen. En dan deze, dat is dan de laatste, die vind ik heel erg mooi. Gras en groen en kraai en zwart. De muizen zijn stil, de poes ligt plat. Een vrouw schreeuwt in de dag een gat. Het is al gezegd, behalve als keramisch schilder werkt Jan Oosterman ook steeds meer met gedichtjes van hemzelf en van die van Bert Schierbeek. Waarom Bert Schierbeek? Ja, waarom? Door de inhoudelijkheid. En door het met 2-3 woorden te zeggen, een heel beeld je voor te schotelen. Iets wat alsmaar doorgaat, wat zo ruim is, een heel groot schilderij voor je gaat worden, met een paar woorden. Ja, dat vind ik geweldig. Ook zo die dingen van Vrooman of van Buding of van... ik kan het niet zo gauw allemaal noemen. U houdt ook van poëzie in het algemeen? Ik meer en meer. Misschien omdat ik me er zelf een beetje mee bemoei. Maar die hele sterke experimentele, waarvan het alleen de woordkunst is. De kunst van het woord, denk ik. En dat geeft mij geen visueel beeld. Ik heb dat visuele nodig. Begrijp je? Dat is... als het alleen... Net als met muziek. Zo die absolute muziek. Alleen maar tonen. Waar muzici eindeloos over kunnen discussiëren. Ik krijg er geen beeld door. Misschien een beetje stemming, maar niet visueel. Dat pure muziek, dat pure noten, klanken, ja, daar heb ik dan geen greep op. Dat geeft u geen inspiratie? Al die dingen bij elkaar is een bron overal. U bent ook voor mij inspirerend. Ja, dat meen ik. Dat zijn gewoon allemaal dingen waar je mee te maken hebt. Je vrienden enzovoort. Dat is alles bij elkaar.
Tuurlijk. Het is een soort harmonie waarin je leeft. En daar hoort de disharmonie ook bij. En dat zijn beide samen één. Een belangrijk punt waardoor je geïnspireerd raakt. Je hoort vaak dat kunstenaars ook depressief zijn. Is dat in uw geval ook wel eens het geval? Nou, ja, dat is zeker. Ja, 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 heel zwaar soms. Daar heb ik het erg moeilijk mee, hoor. Soms, niet altijd, maar soms. En zorgt dat niet op zich weer voor een scheppingsdrang? Als reactie erop. Het zijn altijd actie en reactie. Het zijn altijd dingen, hele tegengestelde dingen van in een beetje een droevige stemming te zijn. En dan komt er ineens vanuit een impuls en dat verleidt, dat leidt mij af van die beetje droevige gevoelens. Je eens meer met anderen. Dan zoek het behoud in je van een leven, geloof ik. Hè? Afleidingen. Als we maar afleidingen hebben, altijd weer zoeken naar dingen te doen. Altijd in actie blijven. Dat is de enige manier van leven. Maar niet van stilzitten en peinzen over alle dingen die niet leuk zijn. Altijd proberen te overbruggen door actie te ondernemen. Zij waar ook mee. Ook nog elke dag naar het atelier? Zeer zeker. Zeer zeker. Soms loop ik er dan ook weer eens uit. En ga naar mijn kippetjes kijken. Of mijn duifjes nog vliegen. Of naar bloemen kijken. Of naar het water gaan. Naar een vaart. Vind ik ook altijd zo mooi. Je hebt hier in dat Utrechtse schitterende stukjes nog. Hè? Dat water bij die Utrechtse boerderijen. Met die sloten. Met dat koetjes. Rijgen. Eendjes en zo. Ja, daar kan ik urenlang naar kijken. Dan kijk ik niet alleen naar eendjes. En een rijgen en mijn koetjes. Er ontstaat weer een beeld voor me. Maar altijd beelden in tegenstelling met mijn gevoelens. Tegenstelling. Maar het verzacht die depressiviteit. Het zijn allemaal hulpmiddelen. Hè? Mensen heeft eenmaal hulpmiddelen nodig. Daardoor kies je een vrouw. En daardoor kies je kinderen. Enzovoort. Het zijn allemaal dingen die je doorheen helpen. En je hebt je plezier van en je hebt je verdriet ervan. Maar goed, dat is een eenheid. En in dat kader is het alleen, geloof ik, mogelijk om te blijven voelen dat je leeft. Depressies horen in feite bij het leven, zegt u. Nou, als het extreem is, en ik zou het liever minder willen. Het is heel vervelend als je 's morgens wakker wordt en de dag is een gat. De wanhoop. Kunnen anderen niet vertellen. Dus de ergste pijn, maar ga ik dat dramatiseren? Dat wil ik allemaal niet. Maar gewoon van, ja, het hoort bij mij, ik weet niet anders. Het is familiair. Ook al van kinds af aan? Van kinds af aan, maar dan heb je een toekomst. En dan overleef je, denk je. Hè? Maar het is gewoon ergens een fout in je constructie, waardoor dat alsmaar terugkomt. De ene keer sterker als de andere keer, natuurlijk, maar het is een zit in de genen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ik de blijheid heel versterkt bij mij overkomt door dat andere. Ik denk dat dat allemaal een spel is in de natuur en de mens. Allebei is nodig. Het goed zijn, het kwaad zijn, het is allemaal toch een eenheid. Je kan het allemaal wel in een doosje willen stoppen en het willen separeren van elkaar. Dit hoeft niet, dat hoeft niet. Al deze dingen die hoeven wel daar te zijn in het leven van de mens. Ja, ik zit nou een beetje tussen. Geloof je niet? Of zeg ik onzin? Thank you.
Een belangrijk wapenfeit in de levensgeschiedenis van Jan Oosterman mag niet onvermeld blijven. Het keramisch werkcentrum in Heusden in Brabant, dat bedoeld is om jonge keramisten een kans te geven en dat nu al zo'n 17 jaar floreert en internationale bekendheid heeft, dat keramisch werkcentrum is zijn initiatief. Iemand die daar vanaf het eerste uur bij betrokken is, is de oud-conservator van het Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, mevrouw Bernardine de Neve. Om een goede dag word ik opgebeld in het museum. Ja, u spreekt met Jan Oosterman. Ik wil u graag spreken. Nou is het natuurlijk in de positie van een museummens heb je natuurlijk macht. En wordt je verweten vaak dat je door een kunstenaar met recht of soms niet met recht, dat je te weinig aandacht aan ze besteedt. Dus ik dacht, oh god, die wil natuurlijk een tentoonstelling hebben. En ik wil mijn goede wil wel tonen. Dus het beste is dat ik zeg, meneer Oosterman, ik wil u graag ontmoeten. Maakt een afspraak. Hij zou mij in Utrecht van de trein halen. U kende hem als kunstenaar. U kende zijn naam. Ik kende zijn naam wel. Maar Jan Oosterman was een zeer bescheiden man. En waar ik me op gericht had, was de generatie die in die tijd een jaar of 25 was. En Jan Oosterman moet toen iets van 50, 60 geweest zijn. We vinden elkaar in Utrecht. Hij stapt in de auto en ik denk, ik moet zorgen dat hij niet begint met te klagen. Want waarom maakt u geen tentoonstellingen van mijn werk? Dus het eerste wat ik zei, meneer Oosterman, voelt u zich niet enigszins een bedrieger? Hoezo? Nou, u bent leraar in Den Bosch, op de academie. U leidt studenten op, 4, 5 jaar. U geeft ze in het vooruitzicht misschien dat de wereld op ze staat te wachten. Maar dat doen ze niet. De wereld staat niet te wachten op ze. Want ze mislukken. En hij liet me maar praten. Hij liet me maar praten en zei niks. Toen kwamen we tenslotte in de Berenkuil. De galerie. Dat was een galerie. Hij woonde erbij. Een prachtig, heel mooi opgezet. Het zag er goed uit. En het eerste wat hij deed was werk van zijn leerling laten zien. Waaruit zijn betrokkenheid met die leerlingen heel duidelijk sprak. En toen zei hij ineens, ik zit te popelen met u te praten. Ik zei, waarom? Wat? Toen kwam hij met zijn verhaal. Hij had ook die onvrede, maar hij had al het initiatief genomen om toch iets te kunnen of te willen realiseren. Hij had in zijn hoofd, hij wilde eigenlijk een instituut opzetten waar jonge mensen vrij, die natuurlijk toch een goede basis hadden en die een examens hadden gedaan of zo begaafd waren dat ze zichzelf wel het vak geleerd hadden, of eventueel kunstenaars uit de andere discipline, laten we zeggen beeldhouwers, die misschien wat wilden experimenteren. Zelfs had hij ook gedacht aan de mogelijkheid van het Centraal Bureau in Amsterdam, het Centraal Laboratorium heet dat, waar restauraties werden verricht op alle mogelijke gebieden, op gebied van textiel, op gebied van papier, dat wanneer ze daar omhoog zaten met bijvoorbeeld de restauratie van een Chinese vaas, dat ze in dat instituut wat Jan Oosterman voor ogen had, dat ze daar ook iets meer te weten konden komen over technieken. Maar in ieder geval, toen is het eigenlijk, mijn enthousiasme was groot. Ik was in de gelukkige positie dat het museum, dat ik daar de vrijheid had, dat de directeur mij toestemming gaf om bijvoorbeeld overdag, een hele dag te vergaderen met de groep. Die was samengesteld, allemaal enthousiaste mensen die heel veel voor het plan voelden. En in die groep zat een tijdje Benno Premslader ook ingezeten. Er zaten 2 architecten in. Er zaten 2 keramisten in het bestuur. Er zat een bankier, wat natuurlijk ook belangrijk is, in het bestuur. En we zijn in 1968 begonnen met veel te praten, vergaderen. Diep in de nacht, in Zegdrombos, aan de Vinkerveense plassen, nou noem maar op, overal, bij Jan thuis in Breukelen. En wij probeerden de diverse ministeries enthousiast te maken. En toen op een gegeven moment, toen hebben de keramisten en de bankier, hebben, of we met z'n allen hebben een heel goede verlanglijst opgezet.
We hebben natuurlijk bij het ministerie iets moeten in aanbieden. En nu was ik nogal thuis in het... toen heette het CRM. Ik zat in een Rijksaankoopcommissie. En ik zat in een commissie voor... een coördinatiecommissie voor buitenlandse tentoonstellingen, waardoor je natuurlijk ook keramisten in het buitenland kon brengen, hun werk. En daardoor kende ik een van de prominente figuren, dat was Bertie Stips. Die zat dicht onder de minister. En die stond er voor open. Want die lijst met verlangens die ze kreeg, die was zo volwassen. Het was niet zomaar wat een papiertje, maar alles was grondig. Wat is er nodig voor zo'n atelier? Wat is er nodig... Of het was niet één atelier, het waren kleine ateliertjes, 10 individuele, ik geloof dat 10 waren, ieder met een eigen draaischijf. Een algemene werkplaats waar grote ovens stonden, maar om zo'n atelier in te richten, zo'n werkplaats, daar komt veel bij kijken. Bovendien moest er een inwonend begeleider zijn, die moest ook verdienen, een salaris hebben. Wij waren vol idealisme en ik moet zeggen dat Jan Oosterman uitermate hoge eisen stellen. Zeer streng, wat ook goed is. Want anders wordt het een vereniging van allemaal amateurs. En dat was de bedoeling ook niet. In ieder geval heb ik het een hele inspirerende tijd gevonden. En er is natuurlijk wat een en ander veranderd. En er zijn de ups en downs geweest. De bestuur heeft zich ook wel veranderd. En Jan Oosterman is er een gegeven moment ook uit bestuur gegaan, omdat hij... vertrok naar Frankrijk. Maar ik weet niet of u het gevolgd hebt wat er nu met Heus aan de hand is. Het is nu een internationaal atelier. In 1973 werd het geopend. Die droom werd werkelijkheid, ja, na zoveel jaar praten. Ja, ja, dat is toen geopend. Nou, dus we hebben er 5 jaar over gedaan om dat te kunnen openen. Dat is een feestelijke opening geweest. Dat heeft mevrouw Stips heeft dat geopend. En toen is de boel gaan draaien. En dat is een enige tijd geweest, hoor. Ik vond het... het waren echt mijn kinderen, had ik het gevoel. Ik kwam er vrij vaak. En, maar nu is de mening dat men moet grote ateliers hebben, omdat men grote objecten maakt. Dus dat hokje van 3x3 werd te klein. Het bezwaar vond men nu dat Heusden niet... dat is een klein... vestingstadje. In Brabant? Ja, in Brabant. En niet ver van Sertogenbosch. En men vond dat ze eigenlijk toch te geïsoleerd zaten. Maar goed, Heusden is verplaatst naar Den Bosch toe. En het wordt nu een internationaal keramisch centrum. Dus ik vind dat Jan Oosterman zijn opzet toch geslaagd is. Want dat het toch een levend instituut is gebleven. Thank you.
U luisterde naar Raise My Rent van David Gilmour, de muziekkeuze van onze hoofdpersoon van Vandaag in een Leven Lang, de 79-jarige keramist Jan Oosterman, getrouwd met eveneens keramiste Anne Wijntjes. Aan haar vroeg ik hoe het is om samen te leven met iemand die hetzelfde vak heeft. Om te beginnen ben ik een leerling van Jan dus geweest. U was eerst leerling en daarna bent u zijn vrouw geworden. Ja. En vandaar dat het wel eens zo is dat een leermeester moeilijk het uit handen geeft bij zijn leerling. Wat dan natuurlijk wel eens enige inspanning geeft om een eigen gezicht te houden. En waardoor je waarschijnlijk ook nadrukkelijk een eigen stijl wilt en geen epigoon wilt zijn van je leermeester. Is dat gelukt, vindt u? Volgens Jan wel. Heeft uw kunst zich ook ontwikkeld in de tijd dat u Jan leerde kennen? Ja, heel sterk. Heel sterk. In welk opzicht? Vrijheid van vorm. Je zou het eigen tijds kunnen noemen, maar dat is het eigenlijk niet. Het is een onbeïnvloed een eigen karakter aan de dingen geven. Misschien kan de leermeester, de oude leermeester, Jan Oosterman, daar ook nog een antwoord op geven hoe de kunst van zijn vrouw, Anne Wijntjes, hoe die in de loop van de tijd ontwikkeld is. Het is moeilijk hoor, zo'n vraag, om dat nou precies een juiste antwoord hierop te geven. De ontwikkeling zit erin, duidelijk zelfs. Wat zij doet met porselein, dat vind ik zo moeizaam of zo moeilijk, omdat zo te kunnen hanteren zoals zij dat kan. De technische hulp, die geef ik nog wel eens een beetje aan. Zo van, dat moet je niet zo doen en dat moet je zo doen. Zeg maar een beetje meehelpen met voorbereiden, maar dat is heel sumier. Maar ik heb bewondering voor die handvaardigheid, maar ook wat uiteindelijk het resultaat daarvan is. Dus niet alleen de handvaardigheid, maar ook die dingen die daardoor uit ontstaan. Ja, inderdaad. Inspireert u elkaar ook, als we het nog even over de keramiek hebben in het werk? Is het zo dat voortdurend levendig gehouden wordt, die affectie voor de keramiek? Ja, heel sterk. Want het is toch een bevestigen de waardering die je hebt voor de ander. Je ziet het. Ik zie dus Jan zijn werk als eigenlijk ook als buitenstaander. Zoals misschien als je lang ermee omgegaan hebt, dan zie je de dingen niet meer zo zuiver. Hij kan ook, als hij iets gemaakt heeft, kan hij er even heel gelukkig mee zijn en later heel sterk aan twijfelen. En dan heb je als partner toch het inzicht wel, om te zien wat goed is. Waardoor je de heel veel twijfels weg kan nemen. Dus omgekeerd doet u dat bij hem ook? Ja. Dat relativeert. Ja. Maakt die afstand maakt ook dat hij zijn werk dan opeens wel weer ziet zitten? Ja inderdaad. Hij heeft een atelier gebouwd, achter in de tuin. Daar gaan we zo even kijken. Heeft u in dat atelier ook een eigen plek? Nee, dat heb ik echt niet gewild. Het was oorspronkelijk wel de bedoeling. En halverwege dacht ik, nee, dat is, je bent al zover bij elkaar. Het is beter. En ik ben misschien een beetje eigen gereid ook. Daar zou ik niet tegen kunnen van altijd dit. De controle op elkaar. Dus ik ben. We hebben nog een ruimte in huis. Een heel gezellig klein ruimtetje. Waar ik me erg prettig voel. Ik zie hier buiten allerlei kippetjes. Ze zitten zelfs hier op de vensterbank. En af en toe horen we ze zelfs. Deelt u samen met uw man die liefde voor de natuur? Voor dieren in het algemeen? Ja, heel sterk. Heel sterk. We hebben er allebei behoefte aan. Het is en we amuseren ons er zo mee. Want ik zeg wel eens, ik leer uit het kippenhok. Omdat ze van die gedraging hebben die je bij mensen toch ook heel veel terugziet. En die heel natuurlijk zijn.
even naar het atelier buiten. Zullen we daar even naartoe lopen? Nou, lopen we daar naartoe. De kippetjes vergezellen ons naar... Ja, zal ik voorgaan? Het atelier. Met uitzicht op de koeien. Want ik loop nu buiten en ik zie op 40 meter afstand een aantal koeien. Het landschap, hè? Die mooie wilgenboompjes, die geknotten. En dan kijk je daar op het Amsterdamse Rijnkanaal. En daar zie je de vechtbootjes voorbij stuffen. U bent gek op dieren, hè? Ik heb altijd dieren gehad. Eenden, paarden, schapen, kippen uiteraard, duiven, postduiven. Alles. Ja. Maar daar moet ik me nu in beperken, gezien aan de beperktheid van de ruimte. Nou, het atelier. Een propeller draait, dat is het eerste wat ik zie. Is dat om de... Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb het hier de oven aan... om het hier op kamertemperatuur te houden. Anders gaat die warmte naar boven en die ventilator die verspreidt het over de hele ruimte. Gelijkmatig verdeeld. De meest economische verwarmingsmethode voor deze gelegenheid. Want hier nog een kachel staan, gaat de kosten van ruimte. En u wilt veel ruimte om u heen hebben. Ja, dat heb je nodig, hè. Je hebt echt nodig om de dingen dus... weg te kunnen zetten. En ik hou van, als ik begin te werken, dat de boel schoon is. Dat daagt me weer uit om weer zijn ding op te zetten te gaan werken. Als ik dan weer eerst de rommel op moet ruimen 's morgens, dan ben ik net een beetje door mijn depressiviteit heen. En dan komt het weer opnieuw boven zitten. Dus ik moet dat al beginnen met... schoonvegen, letterlijk en figuurlijk. Schoonvegen, ja, ook vanwege gezondheid, want het zijn allemaal stoffen. Oxides en zo, die... ja, die niet bepaalt, als je dat alsmaar inademt, verstof inademt, dan krijg je een steenlongen. Het valt me op, wat u al zegt, dat het een uiterst keurig en schoon atelier is. Ja, ben wel eens bij het vak, hoor. Ik ben wel eens, wou ik zeggen, bij schilders geweest, daar is het een absolute rommel. En dan kunnen ze ook ondanks dat goed werken, maar u kan dat niet. Het hoort bij het vak, zegt het hoort hierbij, het moet hierbij. Het is niet te vergelijken met een schildersatelier. Je moet het voor je eigen gezondheid doen... je hebt zoveel dingetjes om je heen. Het is niet alleen tubus verf en een doek op een ezel en de dinges. Maar je hebt allerlei dingetjes om je heen. Apparatuur, dat is een pletter, kleipletter, waar ik dus bladen mee plet. Een draaischijf, een kleimolen. En dan die oven en die oven en dat proefoventje. En dan moet ik even zeggen dat het enorme ovens zijn. Niet zomaar een oventje, maar grote vierkante ovens. Ja, voor mijn doel net groot genoeg, hoor. Ik zou hem eigenlijk liever nog iets groter hebben. Maar ik kan hier mee uit de voeten. Hoe heet kunnen de ovens worden? Deze kan tot 1300 graden. 1300 graden. En afhankelijk van het materiaal wordt de temperatuur ingesteld. Ja, dus die temperatuur, je mag nooit dus als je een ding neerzet in gedroogde klei, die temperatuur snel omhoog laten lopen. Het hangt een beetje af van de vorm, van de dikte van de scherf. Maar je moet het geleidelijk om laten lopen, zeg maar ongeveer 100 graden per uur. Zo het gemiddelde. Dus als je dan 1300 graden, dan moet je wel rekenen dat die 13 uur aanstaat. En dan dubbelen daarvan weer met de afkoeling. En dan mag je hem ook niet stiekem dus open maken? Nee, dat is meestal fataal. Zit er geen kijkgaatje in zo'n oven? Dat is stiekem kan kijken. Heb je een kijkgaatje? Dat dit ding, ik maak er nooit gebruik van. Er zit een watje op een klein gaatje. Een vuurvast dingetje is dat. Maar gewoon een klein gaatje, een kokertje. Ja, het zit er nou een beetje... Dus het is elke keer weer spannend, begrijp ik, als u die deur openmaakt van die oven. Ja. Of weet u langzamerhand na al die jaren wel wat er moet eruit gaat zien? Helemaal, hoor. Dat is niet helemaal. Het is altijd spannend. Op de eerste plaats is de boel heel gebleven. Op de tweede plaats is die omzetting door het vuur. Beantwoordt dat het resultaat aan de dingen wat je daarvan van tevoren verwacht? De kippetjes komen zomaar binnen. Ja, weten we altijd te vinden. Kom, Jos. Nou,
Ja. Ze willen niet echt. Nee. Wat mij betreft mogen ze hier wel blijven. Nee, we gaan ze poepen, zie je? Dat is niet zo lekker fris. Kom dan. Allee. Ja, misschien een beetje Frans spreken, dat helpt beetje, misschien wel. Een beetje als... Ja, kom dan. Henk. Henk wil niet. Henk wil niet, dus de haan, hè, Henk. Wordt nog geprobeerd om wat voor te gooien, ja, maar ook daar zijn ze niet gevoelig voor. Ze willen waarschijnlijk gewoon... Ik heb het niet gezien, ik heb het al gegooid. Ze willen gewoon op de radio, denk ik. Ik denk het ook, ja. Waar waren we? We waren bij de oven. Bij de oven, zo. Ik heb verteld dus die... over de temperatuur. Het zijn die moderne ovens, die elektrische ovens... die met een modern isolatiemateriaal heel hoog isolerend zijn. Heel licht is. Zo'n oven kun je met twee man kun je die plaatsen. Vroeger waren dat stenen. Oorspronkelijk waren de ovens zo dik, wandig. Verder door de ontwikkeling van vuurvaste stenen... die steeds veranderden door samenstelling... Dat op een gegeven moment dat hadden ze met één of twee stenen, waren ze zo dik, de ovens. En nu is dat kunstmateriaal daarvoor in de plaats gekomen. Nee. Waar bent u op dit moment mee bezig? Daar staan twee dingen. Een soort grote, ik moet even gaan beschrijven. Misschien kunt u het zelf beter beschrijven dan ik. Ja, het zijn een vierwandige object van, nou wat zal de hoogte zijn, 60 centimeter. Dus vier wanden, een soort, hoe moet je nou zoiets noemen, die opengeslagen is, gedeeltelijk opengeslagen is, dus niet een gesloten. Het is een soort boek met twee bladzijden die naar binnen gevouwen zijn, zou je kunnen zeggen. En die openstaan. Die openstaan. Ja. Hè? Het zijn drie vlakken die verschillend geplaatst zijn ten opzichte van elkaar. En de andere, dat zijn de drie. En dan heb ik er binnen een staan van vier. Nou, daar ben ik mee bezig. Daar moet ik nog iets aan doen. En dan moeten ze weer in de oven. En dan hoop ik dat uiteindelijk dat het... tot dat resultaat komt wat ik... beoog. Waardoor bent u nou hierbij geïnspireerd? Is er iets wat u kan benoemen, wat er in uw hoofd zit? Ik geloof dat het bij mij altijd bepalend is, de sfeer die het oproept. Dat kan dus een figuurtje zijn in het vlak. Het kan een wolkje zijn, het kan een tekentje zijn of een ander elementje. Het kan de tegenstellingen zijn van de kleuren van... Het zijn allerlei factoren. Maar de bedoeling, zeg nou, welk verhaal? Nee, geen verhaal. Zeker geen verhaal. Maar wel... Een gedachte. Een gedachte, ja. Daar komt het op neer. Als het af is, is het dus ook moeilijk te bepalen wanneer het af is. Op een gegeven moment moet je het besluit nemen. Hè? Deze dingen die gaan dikwijls bij mij, dit soort werk, algemene werk... 2, 3, 4 keer in de oven. Zoals een etser die een etsplaat heeft en dat door zijn dinges doet, afdruk maakt. En dan uitroept de eerste proef. En dan gaat hij er weer in werken. Voegt hij weer toe of hij poetst weer wat weg. En zo langzamerhand krijgt hij op een gegeven moment een stadium waarin hij zegt, nou is het af. En zo gaat het hier ook mee. Zoals ik werk. Ik denk dat weinig keramisten zo werken. Ik geloof dat ik de enigste ben, ik heb tenminste het nog niet ontmoet in ons land, maar ik heb het ook nog niet van buitenlanders ooit gezien, die min of meer schilderkundig, keramisch, zo werken zoals ik werk. Volgens mij wil Henk er al uit, ja, de kip. Ik denk dat we genoeg gepraat hebben hier in uw atelier. Laten we maar even teruggaan naar uw huis. Kunnen we daar verder praten? Ja.
opmerkelijke uitspraak vond ik in een artikel van Lammert tegen Bos. Die laatste zin van een zinsnede die trof mij, er staat: aanwezig als afwezige, de stamvader, de belangeloze vriend. Ik hoop dat het zo is. Ik hoop dat het zo is. Ik vind het heel mooi dat hij dat over mij schrijft. Maar hij zegt er eigenlijk mee, om u even te interrumperen, van als die man binnenkomt, wil hij eigenlijk meedelen dat hij er niet is. Ja, dat begrijp ik wel. Ik begrijp heel goed. Dat is wel, denk ik, kenmerkend. Dat hoor ik toch van anderen ook wel, zo die uitspraak dat de aanwezige, afwezige, de afwezige, aanwezige. Hè? Dat is zo, maar dat is een een eigenaardigheid in mijn constructie. Heeft het te maken met die eerder aangehaalde depressiviteit, of heeft het iets meer te maken met bescheidenheid en introversie? Nee, bescheidenheid zeker niet. Nee, dat wordt nogal eens aangehaald zo. Hoofdman, bescheiden man. Ik vind me niet zo bescheiden hoor. Ik ben echt veel eisend en ik wil veel. En ik ben ook ijdel, denk ik, aan alle dingen. Het loopt allemaal door elkaar, maar ik geloof dat dat gewoon voor mij nodig is om zo te zijn. Maar mijn gereserveerde houding, zeg maar, dat van niet aanwezig zijn, bij aanwezigen. Ja, ik heb nooit anders. Vroeger met de studentenfeestjes, dan was ik altijd afwezig in een hoekje ergens. Altijd zoeken, waar is hij? Verjaardagen als jongen kwamen vriendjes en dinges thuis. Ja, Jan was weg. Ja, Jan was de straat op, die was daar de akkers op. Dus dat is allemaal niet bewust, dat is me toch ergens. Ja, wat is dat nou? Is me dat nou geen bescheidenheid? Zeker niet. Want je valt juist wel op, hè, op zo'n moment. Eten, natuurlijk. En dat was lekker eten en te drinken. En leuke vriendjes. Maar ja, zodra ik bij al twee of drie mensen, dan gaat het goed. Zodra er dus meerdere mensen zijn, verlies ik het contact. Zodra het een groep is, verlies ik het contact. En dan ben ik geneigd om me langzamerhand te isoleren, me buitengesloten te achten. Of mezelf buiten te sluiten en zo langzamerhand. Ja, daar heeft het iets mee te maken, denk ik. Ja. Ik weet ook geen, dit soort heel persoonlijke dingen weet ik geen verklaring voor. Ja. Verlegen voor meisjes. Meisjes kwamen altijd naar mij toe, probeerden me dan, dachten dat ik verdrietig was of dat ik me slecht voelde. Probeerden me te troosten, dat vond ik toch wel leuk. Maar altijd heel onzeker in wat de bedoelingen zijn van anderen ten opzichte van mij. Zoiets zit het gek in elkaar. Daar is een mooi woord voor, denk ik. Een sphinx. Ja, ja, ja. Heel uitgesproken. Hè? U luisterde in het NOS-programma Een Leven Lang naar de keramist Jan Oosterman. De volgende week de archeoloog en schrijver en onder meer de biograaf van Couperus, professor dr. Frederik Bastet. Samenstelling en presentatie Corinne Hemink. Techniek George Luiten en Ton Mortier. Tot de volgende week.